hebben een jaarlijks, een wekelijkse surveillance die we bijhouden. We noemen het de telefonade. Daar doen we eigenlijk als het ware syndromale surveillance. En daar hebben we dus bepaalde syndromen die we dus checken, als het ware, surveillance daarvan doen. En een van ze is dus griep, koortspoesten, diarree met braken, dus dat valt onder AGE. Dus dat checken we wel en we hebben eigenlijk niet een echte toename, wel een onze normale toename die we meestal hebben aan het begin van het jaar. Qua pokken hebben we niet echt een speciale surveillance voor pokken, maar dat zou vallen onder de groep van koorts met exantheem, dus uitslag op je huid. Daar hebben we niet echt een toename gemerkt. Dus er zijn niet alarmerende meldingen? Nee, er zijn geen alarmerende. We kregen zo af en toe meldingen binnen. De milieuinspectie kreeg zo af en toe meldingen binnen. En dan wordt er uitgerukt om te kijken, case investigation, om te kijken wat er is gebeurd, is het werkelijk pokken. En dan worden er adviezen gegeven wat te doen. Pokken is een virus. Het is een familie van een herpesvirus. Jullie hebben ooit gehoord van het herpesvirus. En hij komt via je luchtwegen naar binnen. En dan geeft hij je om en bij griepklachten, wat gewoon lijkt op een griep, 3-4 dagen zo. En daarna ontwikkelt zich de huiduitslag. En dat begint met roodheid, rode papels, die ontwikkelen zich tot blaasjes. En typisch van het pokkenvirus is dat hij die blaasjes in verschillende stadia te zien hebt over je hele lichaam. Het kan zijn dus van de rode papel, verder stadia zie je een kleinere blaasje en dan grotere blaasjes en daarna gebarste blaasjes. Dus echt, die verschillende dingen zie je wel. En dat is om en bij 2 tot 3 weken kan dat duren. En in die periode ben je ook erg besmettelijk, maar dan gaat het meer om die blaasjes. In die blaasjes heb je dus het virale materiaal dat besmettelijk is. Het gaat niet van huid op huid besmetten, maar als je de vocht aanraakt en daarna ga je slijmvliezen aanraken, je ogen, je neus, je mond, en dan ga je zo besmet raken. Ook in de griepfase, door die hoestdruppels, ga je dat hoe je bij COVID dat hebt, ga je ook zo besmet raken. Als je ooit pokken hebt gehad toen je klein was, ga je het niet een tweede keer krijgen in die vorm. Maar als je ouder wordt en je weerstand een beetje omlaag gaat, gaat het pokkenvirus in je zenuw als het ware schuilen. Slapen als het ware. Als je weerstand omlaag, dan gaat hij oppoppen. Maar dan gaat hij niet meer overal, maar echt op één deel van je lichaam. Een bepaald deel, een bepaald dermatoom. Dan gaat hij zich daar ontwikkelen en blaasjes. En dat is verschrikkelijk pijnlijk en daarvoor zou je wel medicatie moeten krijgen. Maar sowieso moet je naar de huisarts gaan als je die klachten krijgt. Jaarlijks heb je bepaalde tijden in het jaar dan. Heb je episodes waarbij je dus stijging krijgt. Meestal na oudjaar. Veel lichamelijk contact, mensen gaan overal uit. Veel nauw contact. En dan krijg je dus als het ware een stijging. Het is meestal eind van het jaar. Wanneer er grote evenementen zijn en bepaalde seizoenen van het jaar. Maar dat is normaal. Maar we hebben geen extreme toename gezien, dus gewoon zo'n normale toename. Ik heb ook gecheckt met het AZP, de kinderafdeling. Zij hebben ook niet echt een abnormale toename gezien. Dus het is niet verontrustend nog. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Als er iemand in de buurt is, ook bij pokken, handen wassen. De besmetting van buikgriep is meestal fecaal-oraal. Dus van vees, van poep naar mond, als het ware. En als je handen niet wast, of iemand bereidt jouw eten die zijn handen niet heeft gewassen, dan ga je ook ziek worden. Meestal is het diarree, waterig. Soms kan er bloed en slijm erin zijn, maar dat is een andere oorzaak. Is het een bacterie? Of kan het een bacterie zijn als Shigella, Salmonella, dysenterie? Het kan ook gewoon een virus zijn, ook een griepvirus. Dat is COVID bijvoorbeeld, of als het varkensgriep. Die geeft ook gewoon iets als een buikgriep, maar je krijgt vaak ook hoesten, koorts, snotneus, dus echt griepverschijnselen en ook nog diarree. Dus dat heerst ook zo'n beetje. En vooral als je braakt is het gevaarlijk. Als je braakt betekent je kan niks innemen. Je kan niet drinken, je kan niet eten en je hebt diarree. Dan verlies je eigenlijk en je kan niks bijbrengen. Dus wat doet men meestal? Men stopt het braken, zodat je tenminste wel wat naar binnen kan krijgen om bij te vullen wat je verliest. Diarree is een defensiemechanisme van je lichaam om rommel eruit te halen. En meestal wat men wil als patiënt, is dat je diarree stopt. Maar dat doen we meestal niet als artsen. Dat is echt als het echt zo ver komt. Maar over het algemeen
je stopt je diarree niet, die rommel moet eruit. En meestal na 2-3 dagen, dan moet je diarree wel stoppen. Het kan soms een week duren. Ja. Maar je moet wel even wachten met het stoppen van de diarree. Maar het braken is het belangrijkste. Ja. Stoppen en flink aanvullen. Je kan ook braken hebben. Je kan dus, omdat ik al eerder zei, je krijgt griepverschijnselen. Het lijkt gewoon op een griep in het begin. Dat zijn de eerste 3 tot 4 dagen. En daarna krijg je die huiduitslag met die blaasjes. Dus je kan erg zieker van worden, maar je gaat niet dood eraan. Tenzij je echt afwijking hebt of een aandoening hebt die je weerstand omlaag brengt, waardoor je dus een hersenvliesontsteking of men noemt het een meningitis of een encefalitis, een hersenontsteking kan krijgen ervan. Maar dat is echt heel zeldzaam. Nou, als je ziek bent, raadpleeg je arts. Ga naar je arts, hij weet wat hij moet doen. Hij gaat je de medicatie geven die je nodig hebt. En als je merkt dat het niet helpt, ga terug naar hem. Want wat men denkt ook, is als je gaat naar de arts, je krijgt je medicijnen, dan is hij klaar met je. Nee, is niet zo. Als het niet goed gaat, moet je teruggaan, want dan moet hij kijken, hey, ben je opname behoeftig of niet? Is dat zo erg met je, of kan ik nog even aankijken? Kijk, nu hebben we een lang weekend. En wat gaat gebeuren? Als je te laat gaat naar de arts, en je gaat in het weekend, dus de arts meestal in het weekend gesloten, er zijn wel wachtartsen. Maar de meeste mensen gaan naar de SCH. Dan gaan ze de SCH overspoelen. Dan gaan ze over de SCH vol zitten met alleen maar braken, diarree of pokken of iets dergelijks. Dus ga op tijd naar je arts. Wacht niet tot het weekend. En natuurlijk, de artsen gaan dat natuurlijk aan ons rapporteren als er wat is. In de vorm van die telefonade. En dan houden we dat bij. Dank u. Oh ja, en ook nog handen wassen. Mohana, bij elke griep is altijd geraadpleegd. Ben je ziek, trek een mondkapje aan. En natuurlijk het handen wassen zoals de richtlijnen dat aangeven. Voor mij hadden we een poster waarop je dat kon zien. Elke poli moet het ook volgens mij hebben. Hoe je handen goed te wassen.